heel goede avond. Mogelijk heb je zojuist gezien hoe ons land helaas niet doorstoot naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Ja, wij gaan nu eens naar onze Eurovisie Songfestival kennen. Was het verwacht dat Elliot er niet bij zou zijn? Wel ja, absoluut, Hanna. Dat is ook de reden dat ik hier gewoon in Vilvoorde ben gebleven. En ik sta hier bij de makers van de act van gisteren. Heren, wat liep er mis? Ja, wat liep er eigenlijk nu mis? Jeez, maandag kreeg ik telefoon vanuit Tel Aviv. Zeg mannen, we zijn gesjost. We zijn een act van Elliot vergeten. Kunnen jullie niet rap nog iets regelen? En dan hebben jullie snel iets in elkaar gestoken? Nee, hij is eerst nog een seinkastje van een NMB's in de fik gaan steken. En dan heb ik gezegd, sleurt drie trommelaars op dat podium. Mijn confrater zorgt wel voor een outfit. Maar dat bleek niet voldoende te zijn. Ja, van eigen snie, wat bezig en nu dat de kaboutertjes weer gaan oplossen, zeker. Salut, jongens. Ja, je merkt het, Hanne, toch wel behoorlijk wat vrevel in kamp Elliot. Oké, België is er dus niet meer bij. Op wie moeten we ons geld nu inzetten, André? Het is hij, die Hanne. Ik zou voor Racing Genk gaan. Ik denk dat Club Brugge het niet meer gaat halen. Oké, we gaan het zien.